nation of our freedom is everyone's concern. Alain Grootaars spreekt met dokter-ingenieur Carla Peters, immunologe, over hoe u uw gezondheid in eigen handen kunt nemen. Ingenieur Carla Peters, welkom hier op de Kalmthoutse Hei, op het grensgebied tussen België en Nederland. En eigenlijk jouw geboorteplek, hè? Enfin, niet hier, maar in de buurt. Nou, mijn moeder is in Huiberg geboren, ik ben zelf in Steenberg geboren. Dus okay. Dat ligt net vlakbij. Iets verder. Ja. Maar ik ben wel heel veel hier in dit gebied geweest vroeger. Ja, ja, je kent het, hè? Je zei het er net nog tegen, ja, hier heb ik gelopen als kind. Ook gefietst, heel veel. Aha. En wij kwamen hier heel vaak. Je was een boerendochter. Ja. Ja. En, maar je hebt niet gekozen voor de boerenstil. Nee, mijn vader had dat wel heel graag gewild. Maar ik wilde gaan studeren. En dat heb ik ook gedaan. Want ik wilde eigenlijk op de Landbouwuniversiteit medicijnen uit planten maken. Ja. Daarvoor ging ik naar de Landbouwuniversiteit. Maar dat was er toen niet. Ik denk dat ik anders wel die richting was uitgegaan. De plant-based medicine, dat bestond niet? Nee, op de Landbouwuniversiteit niet. En toen keek ik ook nog niet verder, niet zo veel verder internationaal. Aha. Dat ben ik natuurlijk later wel gaan doen. En dan zie je dat er in andere traditionele geneeskunde dat er echt heel veel mee gedaan is. En dan was er binnen Europa was er natuurlijk ook wel kennis over over medicijnen uit planten. Mm-hmm. Maar dan had ik bijvoorbeeld beter naar Leiden of zo kunnen gaan. Want daar heb je Hortus Botanica, die heel veel samenwerken met India. Uh-huh. Alleen, daar kwam ik toen niet op. Maar we gaan het eigenlijk in deze documentaire meer hebben over jouw passie en jouw interesse voor voeding, hè? Levensstijl. Want dat is waar je nu mee bezig bent eigenlijk. Vooral wat je met voeding kunt bereiken om een gezond leven te hebben. Mm-hmm. En ook met leefstijl. Dus die combinatie. En die is gewoon heel belangrijk om gezond te blijven. En dan kun je heel lang buiten de zorg blijven. En dat is voor iedereen beter. Mm-hmm. Want iedereen wil een gezond leven. Iedereen wil graag werken. Mm-hmm. Zingevend werk doen. Dus iets bijdragen aan de maatschappij. En als je veel mensen die ziek zijn, die kunnen uiteindelijk niet meer functioneren. Ja, functioneren en ook niet in de maatschappij opereren. En dat is heel triest. Mm-hmm. Als je die mensen spreekt, dan horen ze er eigenlijk, voelen ze ook niet meer dat ze erbij horen. Dus de kring wordt steeds kleiner. En juist ook voor die mensen hoop ik dat er oplossingen komen dat ze weer wel mee kunnen doen. Ja, aan de ene kant hou je dan bezig met preventie. Ja. Hè, want dat is het eigenlijk. Ja. Door een goede levensstijl, door goede voeding. Ja. Aan de andere kant help je ook wanneer het fout is gegaan. Ja, ik begeleid ook mensen die langdurig ziek zijn, waar eigenlijk de reguliere geneeskunde niet meer uitkomt. Dan ga ik kijken of het toch mogelijk is om ze te herstellen. En vaak, bij een groot percentage lukt dat toch. Mm-hmm. En dat is wel heel bijzonder. Als ik jouw cv bekijk, je hebt heel veel dingen gedaan. Je hebt heel veel gestudeerd. Ja, maar je bent niet alleen dokter, je bent niet alleen ingenieur, maar je bent ook bestuurder geweest van behoorlijk wat organisaties. Ja, dat vond ik heel leuk. Eigenlijk was dat het leukste werk wat ik ooit gedaan heb. Omdat je dan aan iedereen vraagt, dan, waarom vind je dat zo leuk? Omdat je dan met groepen mensen bezig bent en dan kan je zoveel betekenen. Mm-hmm. Maar daarnaast heb je ook de mogelijkheid om echt beleid te beïnvloeden naar beter.
principes. En dat is waar ik altijd naar op zoek ben. Hoe kan je de wereld beter maken? Dat was een gezonder. Ja, op macroniveau dan, want je doet het nu, maar op microniveau. Ja. Met je patiënten, dat is iets anders. Ja, maar goed, door de artikelen die ik schrijf en ook doordat ze nu bij het Brownstone Instituut gepubliceerd worden, mm-hmm. die geherpubliceerd worden op heel veel sites. Ja. Dus er zijn toch een aantal die behoorlijk veel geherpubliceerd zijn, krijg je toch invloed. En dat is niet omdat ik invloed wil. Ik wil heel graag dat we naar een gezondere wereld gaan. We gaan dat allemaal later nog in detail bespreken. En we gaan hier van jouw geboortegrond even verder kijken naar de grens tussen België en Nederland. En wat grenzen eigenlijk betekenen. Dit zijn hier de quarantainestallen in Essen op de grens met Nederland. Die vroeger werden gebruikt om dieren die de grens over moesten in quarantaine te zetten. Sinds Europa is, de EU, is dat blijkbaar niet meer nodig. Dat hebben we vaak gezien. Het politiek eigenlijk beslist over gezondheid. Ja, Carla, we staan hier bij de grenspaal tussen België en Nederland. Op de achtergrond horen we schoten. Ze zijn niet op ons aan het mikken. Nee. Hoewel het soms denken we dat wel, dat we het mikpunt zijn. Ik heb me laten vertellen dat er luchtkanonnen zijn, luchtdrukkanonnen, die de vogels moeten wegjagen. Die kant is België, die kant is Nederland. Je merkt het verschil bijna niet. Het is ook een mijlpaal natuurlijk. Hè? Wat zijn zo'n beetje de mijlpalen in jouw leven geweest? Zijn er een paar, denk ik? Ik denk mijn promotie was mm-hmm. toch wel een mijlpaal. Ik ben eigenlijk gepromoveerd omdat ik dacht van, als je niet gepromoveerd bent, dan tel je niet mee in de mm-hmm. onderzoekswereld. Ja. Ik vond het eigenlijk helemaal niks, promoveren. Dus dat je daar zoveel voor moest doen. Want wat ik geleerd heb tijdens mijn promotietijd is zeer analytisch te zijn. Dus een helikopterview te hebben. En daar heb ik tijdens mijn interimklussen heel veel plezier van gehad. En dan doe je eigenlijk analyse van de organisatie en zeg van, dat is de problematiek. En verzin je ook een plan van aanpak. Op een bepaald moment ben je gebroken, of hoe zeg je het? Of ben je heel moe geworden? Of... Ik zeg altijd, ik ben uit de bocht gevlogen. Uit de bocht gevlogen, ja, uit balans geraakt. Ja, uit balans geraakt. Is dat ook een mijlpaal voor jou geweest om daarna... Ja, want het is een hele leerzame periode geworden. Inzichten die ik anders nooit had gekregen, denk ik. Ik liep wel al een tijdje met wat klachten rond, maar geen enkele arts kwam met wat het nou eigenlijk was. Dus altijd van, nou, weten het niet. Of typische vrouwenklachten, of je werkt te hard. Wat zijn typische vrouwenklachten? Nou ja, van de overgang. Dus opvliegers, vermoeidheid, dat soort klachten. Maar uiteindelijk bleek het dat allemaal niet te zijn. Heb ik door een lange zoektocht ben ik er zelf achtergekomen van, ja, hoe kom je hier nou uit? En daardoor heb ik wel heel veel inzichten gekregen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ook dat ik de ruimte heb kunnen pakken voor mezelf. Was het wat we nu een burn-out noemen? Ja, zo zou je het kunnen noemen, maar andere titel zou zijn chronisch vermoeidheidssyndroom, ja. Fibromyalgie. En dan, ik wil dat niet disqualificeren, hè, want die beschrijvingen lopen allemaal door elkaar. En misschien is er toch wel onderscheid, maar dat is heel moeilijk te maken. Mm-hmm. En nu heb je bijvoorbeeld long covid, dat is ook zoiets. Dat is heel moeilijk om daar definitief van te zeggen, want niet iedereen heeft dezelfde symptomen. Hoe ontstaan klachten in het lichaam en hoe kun je klachten die iemand heeft, hoe zou je die kunnen herstellen? En daar heb ik me vooral in verdiept. Op manieren die heel anders zijn dan... Je werkt meer holistisch. Ja. Je gaat het hele beeld bekijken eigenlijk. Hebben ze dat bij jou ook gedaan of heb je dat gewoon allemaal zelf moeten doen? Ik heb heel veel zelf gedaan. Ja. Dat komt omdat ik ook een laboratoriumachtergrond heb van medische laboratoriumdiagnostiek. Dus op een gegeven moment heb ik ook zelf gezegd, ik wil die en die onderzoeken laten doen. Door die combinatie van factoren ben ik er uiteindelijk wel achter gekomen wat voor mij de manier was om eruit te komen. Om te behandelen. Ja, en dat is ook dat is gewoon gelukt. Mm-hmm. Het punt is dat je daar wel geduld voor nodig hebt, hè, en ook doorzettingsvermogen en vertrouwen dat het goed komt. Is dat iets, nemen we te weinig tijd om te helen? Ja. Als ik kijk naar veranderingsprocessen, daar komt dus het feit dat ik 15 jaar interim manager ben geweest en zoveel organisaties begeleid heb om weer te herstellen, is dat
we eigenlijk niet meer het geduld hebben om te wachten tot het lichaam zichzelf gaat herstellen. En wat we geleerd hebben van medicijnen is dat het symptoom verdwijnt. Maar de oorzaak wordt niet weggenomen. Ja. Dus dat betekent dat je eigenlijk het medicijn heel lang moet blijven gebruiken. Maar de oorzaak die er is, die blijft voortbestaan. Daarbij komt het dat sommige medicijnen ook nog eens processen blokkeren. Dus zouden er weer andere klachten kunnen ontstaan waar je dan weer andere medicijnen... Het is symptoombestrijding, maar het onderliggende kwaad wordt niet aangemerkt. Ja, en daarbij kan het dus zijn, sommige medicijnen die hebben dan op de lange termijn weer andere blokkades. Ja. Waardoor daar weer een klacht door komt, waardoor je weer een ander medicijn... En dat is de reden waarom oudere mensen vaak 5 of 6 medicijnen hebben. Mm-hmm. En dat heet dan polyfarmacie. Ja. En nu zijn ze dan wel bezig met onderzoek om te kijken of ze oudere mensen, waar de meeste medicijnen niet op getest zijn, of dat nog wel raadzaam is om oudere mensen aan zoveel medicijnen te laten. Je zei me dat je heel veel vergiftiging ziet eigenlijk bij mensen. Hè? Mensen langzaam vergiftigd worden door onze omgeving. De laatste 50 jaar zijn er 100.000 chemische stoffen gemaakt. Die chemische stoffen, die dus niet in de natuur voorkomen, dat is de essentie ervan. Het is ook niet gelijkwaardig aan de Ipsin. Het is nieuw samengestelde stoffen die ontwikkeld zijn om bijvoorbeeld water af te stoten of voor een dier te bestrijden. Of noem die chemische stoffen maar op die niet bestonden. Die stoffen die dan ontwikkeld worden, daarvan wordt niet gekeken naar wat de consequenties zijn op de langere termijn. En ook niet op de mensheid. Dus daar is de genotoxiciteit, de toxiciteit op de genen, dus het DNA in je lichaam, is niet onderzocht. En de cytotoxiciteit, de toxiciteit voor de cellen, is niet of nauwelijks onderzocht. Dat betekent dat we later er pas achterkomen dat die stoffen misschien niet zo wijs waren om gebruikt te worden. Nou, dat is... Je kan dat voor bepaalde geneesmiddelen. Oxycontin, dat is bekend, hè? Met die firma uit Amerika. Veel mensen aan overleden. Ja. Dus dat is eigenlijk pas de laatste jaren ruil geworden. Maar heel veel mensen hebben dat middel gebruikt. En is ook voorgeschreven. Ja. En mensen zijn eraan verslaafd geraakt. Dat zijn pillen die je neemt. Ja. Hè? Dat weten we, dat die kunnen bijverschijnselen hebben. Maar soms weten we niet wat we innemen. Nee. Bijvoorbeeld via ons eten en via het water. Een goed voorbeeld daarvan, of een slecht voorbeeld moet ik eigenlijk zeggen, zien we in de Westerschelde. En daar gaan we nu naartoe, een beetje dieper in Nederland, gaan we kijken wat daar aan de hand is. We komen van een landbouwgebied en we gaan hier naar een zeebouwgebied met al deze vissersschepen die hier liggen. Maar ook hier hebben ze problemen, geloof ik, hè, de vissers. Want we staan hier bij de Oosterschelde, maar aan de Westerschelde, daar hoorde ik dat er een probleem is met het PFOS. Ja. En dat je eigenlijk nog maar 1 visje uit de Westerschelde per jaar mag consumeren. Het RIVM zegt daar iets over, want nu is er ook nog een documentaire door Zembla gemaakt. Uh-huh. Over wat er nou precies aan de hand is. 2 of 3 jaar geleden is duidelijk geworden dat 3M, een fabriek aan de andere kant in België... Ja, aan de Belgische kant, ja. Dat die PFAS loosde in de Westerschelde. Mm-hmm. Maar nu blijkt dat er nog een afvalverwerkingsbedrijf ook PFAS loost. Want het blijkt dat nadat 3M gestopt is, de PFAS niet lager is geworden. En dan heb je nog een ander Vlaams bedrijf die... Het loost nog zware metalen in de Westerschelde. Ja. Dus de problematiek die stapelt zich op. Nota bene, de Vlaamse Waterweg, nota bene, ja. Een overheidsbedrijf. Ja, het is een overheidsbedrijf dat als het een commercieel bedrijf zou zijn geweest, dan was het gesloten. Of dan hadden ze er in ieder geval mee moeten stoppen. Nu, als we teruggaan naar voeding, hè, dat komt in de voedselketen terecht. Dat komt in het water terecht, ja. Ons drinkwater. Ja. Dat komt in eieren terecht, dat komt in groenten terecht. Wat doet dat binnen in ons lichaam? Wat is het effect daarvan? Het heet forever chemicals. Dat betekent dat het chemicaliën zijn die altijd voortbestaan. Die moeilijk afgebroken kunnen worden bij de
fertiliteit kun je problemen krijgen. Dat is al lang bekend, hè? Endocrine disruptors noemen ze het wel. Dus endocrine verstoorders, dus hormonale verstoorders. Dat is één ding. De schildklier kan aangetast worden. De nieren kunnen aangetast worden. En dan kom je op het vakgebied waar ik me heel veel mee bezighoud, is het immuunsysteem. Ja. En dat betekent gewoon dat je minder effectief reageert op infectieziekten. Maar ook dat je een chronische ziekte kan ontwikkelen. Dus dan heb je het over auto-immuunziekten. Maar dan heb je ook over schildklieraandoeningen of iets dergelijks. Dus we weten ook niet welke dosis dan precies schadelijk is. Dat is allemaal onbekend. Maar het is nog nooit eerder voorgekomen dat wij zoveel verschillende chemicaliën stapelen in het menselijk lichaam. En hoeveel zijn dat er dan? Want er zijn, dat is afhankelijk van wat iemand eet en waar die geleefd heeft, wat er uiteindelijk gestapeld wordt. En het blijkt ook dat de PFAS door de borstvoeding die de vrouwen die een kind hebben gekregen geven, dat ze de PFAS doorgeven aan het kindje. Ja. En dan zeggen de hoogleraren die daar advies over geven, die zeggen het is wel belangrijk om de borstvoeding te blijven geven. Kijk, ik weet veel van de immunologie, dus ik begrijp dat borstvoeding heel belangrijk is. Maar die PFAS wordt doorgegeven, dus naar de volgende generatie. Dan wordt het bij dat kindje natuurlijk ook het immuunsysteem uiteindelijk weer aangetast. Dus je krijgt steeds ziekere kinderen. Ja, want dat kind is nog bezig om zijn immuunsysteem, haar immuunsysteem op te bouwen. Ja. En dus ook in de zwangerschap is het afhankelijk in welke fase je bepaalde chemicaliën of giftige stoffen binnenkrijgt, hoeveel effect dat wel of niet zou kunnen hebben. Jij begeleidt mensen die ziek zijn, die problemen hebben. Jij begeleidt die via voeding. Ja. Kan je zo'n PFAS eruit spoelen? Is dat mogelijk? Tot op heden wordt er gezegd, je krijgt het er niet uit. Dat zegt iedereen. Je kan PFAS meten, dus de verschillende PFAS kun je gewoon meten in het bloed. Dat wordt ook wel gedaan. En tot op heden is er in ieder geval nog, voor zover ik weet, heb ik in wetenschappelijke onderzoeken gezien dat de PFAS naar beneden is gegaan door een bepaalde begeleiding met voeding en leefstijl. Ik zelf denk dat het wel kan, want de lever is eigenlijk ook een heel groot innate immuunsysteem. Die stapelt veel giftige stof op. Dat is onze belangrijkste detoxificator. Dus als wij in staat zijn om onze lever te regenereren, dan verwacht ik dat er wel mogelijkheden zijn. En dat zal bij de ene persoon makkelijker gaan dan bij de andere, omdat niet iedereen dezelfde stoffen binnen heeft gekregen. PFAS is één ding. Er zijn nog een heleboel andere chemicaliën, giftige stoffen, die niet in de natuur voorkomen, die we via de lucht binnenkrijgen of via ons eten ook binnenkrijgen. De laatste jaren worden veel nanoparticles gebruikt. Het zijn hele kleine deeltjes. En dan hebben we het over grafenoxide, maar er is ook titaniumdioxide. Er is zilveroxide. Dat zilveroxide wordt gebruikt als een ander soort antibioticum. Dus dat is bijvoorbeeld ook in de mondkapjes gebruikt. Titaniumdioxide ook, grafenoxide ook. Omdat ze dan ook verwachten dat de infecties minder zouden zijn. Maar het gaat er ook over. Als je immuunsysteem uit balans is, dan hou je geen enkele infectie tegen. Dus dan kan je doen wat je wil, maar dat helpt gewoon niet. Plus, als we het even over die mondkapjes hebben, alweer een stokpaardje van jou, hè? dan worden die behandeld, of sommigen, niet allemaal, met bijvoorbeeld titaniumdioxine. Dat klopt. Dat je binnenkrijgt. Ja, en dat adem je gewoon in. Ja. Daar is door Syensano, dat is de Belgische overheid, onderzoek naar gedaan. Die hebben daar een artikel over in Nature. Mm-hmm. En blijkt dat ze in 24 mondkapjes titaniumdioxide hebben aangetroffen. Maar die mondkapjes zijn niet van de markt gehaald. En als je dan realiseert dat kinderen vanaf 6 jaar, of zelfs in Amerika vanaf 2 jaar, die mondkapjes 6 uur per dag op moeten, en dat er niet gegarandeerd is of er nou wel grafenoxide in zit, zilveroxide of titaniumdioxide, en die kinderen moeten dat de hele dag op hebben, dan verandert sowieso de zuurstof CO2-concentratie heel langzaam, waardoor je microbioom verandert en dus je immuunsysteem. Maar of zij titaniumdioxide binnenkrijgen, dat zou best wel eens kunnen.
En wat heeft dan het effect op de lange termijn? Titaniumdioxide, vertelde je me eerder, dat zit ook in Skittles bijvoorbeeld. Ja, Skittles, als kleurstof in snoepjes, dat is eigenlijk onwaarschijnlijk. En zit in zonnebrandcrème. Ja. En alles wat je op je huid smeert, gaat er uiteindelijk ook door de huid heen. Ja. Dus, en nanoparticles zijn heel klein. Dus de kans dat die titaniumdioxide toch via je huid in je lichaam terechtkomt, is realistisch. Als we zo doorgaan, dan zou het wel eens kunnen zijn dat mensen niet meer op een normale manier kinderen kunnen krijgen. Hè? Conceptie is niet meer mogelijk. Dat is er ooit al lang over gesproken door hoogleraren wereldwijd. Dat is al een groot probleem op dit moment. Ja. In 2045 verwachten ze dat er niet meer op een normale manier kinderen geboren zouden kunnen worden. Dus door gewoon conceptie. In hoeverre kunnen wij überhaupt overleven zonder ziekte? Want we weten, we leven steeds langer, maar we zijn wel steeds zieker geworden. Ja. En de vraag is, wat is kwaliteit van leven? En daar vind ik dat is waar ik van hoop. Is dat er echt door meerdere mensen een debat over gevoerd gaat worden. En waar ook de burgers de stem in hebben. Van wat is kwaliteit van leven? En is het zo belangrijk dat alles het snelste en het modernste en het meest innovatieve is, terwijl we de historie, waardoor onze grootouders en voorgrootouders eigenlijk de samenleving hebben opgebouwd, gewoon weggooien? Ja. Het gaat erover van, wat stoppen we eigenlijk allemaal in mensen, in de natuur? En weten we, als we de uitwerking niet weten, dan kunnen we straks wel eens ergens terechtkomen waar we helemaal niet willen zijn. Ja. Dus een weloverwogen beslissing over of je iets wel of niet doet. Als er 100.000 chemische stoffen gemaakt zijn in 50 jaar, en als we steeds zo doorgaan zonder echt goed na te denken over de cost-benefits en de gevolgen, dan kan het zo zijn dat de intelligentie van de populatie naar beneden gaat, dat de vruchtbaarheid naar beneden gaat. Maar de vraag is dan, kunnen wij overleven? Ja. En als je dan weet dat, wat de NAS schrijft, is dat 28% van de kinderen aandoeningen aan de hersenen hebben. Of aan de neuronen. Ja. Dus zenuwaandoeningen, nou, dat is veel. Dus ik wil graag het maatschappelijk debat, maar ook gewoon dat de gezondheidszorg heel goed gaat nadenken over wat zijn we eigenlijk aan doen. Zullen we niet de pas op de plaats moeten maken? En is echt goed gaan nadenken welke medicijnen hebben wel goede effecten. Welke medicijnen hebben heel veel bijwerkingen. Zouden die niet van de markt af moeten? Want er zijn zoveel medicijnen natuurlijk die mensen nemen. En die natuurlijk via de urine de ontlasting in het systeem terechtkomen. Ja. En dat is er nou ook antidepressiva bijvoorbeeld. Ja, maar ook bijvoorbeeld anticonceptie. Ja. Pillen. Ja. Uiteindelijk krijgen we dat allemaal terug. Ja. En wie denkt er nou na over wat de limiet is? Daar hoor je niemand over. Dus als je nu kijkt over de microplastics, die zijn nu aangetoond in bloed, de ontlasting en diep longweefsel. Nou, dat is pas een jaar. Maar hoe lang gebruiken we nou al niet microplastics? Toch maar even over die mondkapjes, dat er ook microplastics in zitten. We weten dat er nanoparticles in zitten. We weten, als je die voor je hebt, dat die via de oogvliezen binnen kunnen komen, maar ook via je mond. Ja, en we weten niet of het los zit. Ja, nee, er is geen onderzoek naar gedaan. We doen het gewoon. En vooral ook niet bij jonge kinderen.
We zitten met die medicijnen die ons water vergiftigen. We zitten met scheikundige producten die bij productieprocessen vrijkomen. Dat is een probleem voor de politiek, denk ik. Maar wat kunnen we daar persoonlijk aan doen? Wat kan ik doen om mezelf beter te maken? Via voedsel, dat heb je al gezegd, yeah. Via de voeding. Hoe gaan we dat aanpakken? Help ons, Carla. Nou, kijk, je kan door eigen keuzes te maken kun je al veel bepalen wat je binnenkrijgt. Dat is heel simpel, hè? 300 gram groente, 2 stuks fruit. Voldoende water drinken, zodat je voldoende detoxificeert. Nou, ik drink dan zelf heet water, omdat dat eigenlijk gezonder is, zegt de Indiase geneeskunde. En gefilterd water of bronwater? Ik drink zelf gefilterd water, omdat ik weet dat PFAS te hoog is in het drinkwater. Ik weet ook dat de medicijnresten zitten in het water. Nou kan je zeggen van ja, dat is toch overdreven, want wij betalen belastinggeld aan de waterzuiveringsmaatschappij en die zou moeten zorgen dat er voldoende... Ja, maar het punt is dat de medicijnresten sneller omhoog gegaan zijn. Dat zij de innovaties gevonden hebben hoe ze het eruit kunnen krijgen. En de ziekenhuizen zijn nu ook bezig met filters. Allemaal heel goed, hè? Ja. Maar dat is het beginstadium. We zijn er nog niet. Dus wat vooral belangrijk is, is dat we zelf bewuste keuzes maken dat je gezonde voeding heet. Kijk, als je boven veel medicijn gebruikt, of pijnstillers die je gebruikt, ook nog eens veel alcohol gaat gebruiken en ook veel eten wat moeilijk verteerbaar is, dan nodig je natuurlijk meer uit om heel ziek te worden. Ja. Als je de keuze maakt van nou, ik ga toch iedere dag verse voeding voor mezelf maken, en dan heb ik het over de mensen die dat kunnen betalen, hè. We krijgen steeds meer mensen die het niet kunnen betalen, wat ik erg zorgwekkend vind. Ja. Maar in principe vind ik dat iedere bewoner van deze aarde het recht heeft op gezonde voeding. Ben jij vegetarisch? Ik eet af en toe vlees. Aha. Dus ik ben, zoals ze dat netjes noemen, flexvegetariër. Ja. Dus ik eet niet iedere dag vlees. Maar ik vind dat ook een bewuste keuze voor iedereen. Dus wat past bij jou? Ja. Waar ik wel mensen voor wil waarschuwen is veganisme. Daarmee kun je toch behoorlijke tekorten oplopen die je niet in de gaten hebt, waardoor je uiteindelijk gewoon in de problemen kunt komen. En dat is jammer. Dus het kan best dat je... Je zegt dus zuivel en eieren wel eigenlijk. Zuivel en eieren en kaas en yoghurt. Ja. Dus dat wel, ja. Dus als je naar de traditionele geneeskunde kijkt, dan heeft die ook altijd dierlijke producten erin zitten. Die halen niet alles alleen maar op fruit en... fruit en groenten. En als ze dat dan zouden doen, dan hebben ze altijd weer wel bewerkte producten waardoor ze binnenkrijgen wat ze binnen moeten krijgen. Maar zover in onze gedachten, ik ken dus mensen die door dat iemand zei, het is toch zo erg voor die dieren en voor de samenleving en voor de planeet. Je moet tegen de ander, je moet eigenlijk veganistisch worden. Die persoon die doet dat. En die komt uiteindelijk na anderhalf jaar gigantisch in de problemen. Ja. Okay. En dat is jammer. Ja. Dus als je het doet, doe het dan bewust en laat je goed voorlichten. Nou, dat gaan we zeker doen. We eindigen de dag hier bij dit prachtige strand in Zoutelanden. En morgen hebben we afspraak op een boerderij. Ja. We gaan kijken hoe het daar zeker gaat. Goedemorgen, Carla. Goedemorgen. We zitten op het domein Rijkholt. En het is toeval dat we hier zitten, maar eigenlijk ook weer niet. Want jij bent hier eens komen kijken toen je moeder nog leefde. Ja. Zocht je een verzorgingstehuis. En hierachter is er eentje. En het is je dus niet helemaal onbekend hier. Nee, en dat was het tweede particuliere verpleeghuis wat ik zocht voor mijn moeder. Omdat het heel moeilijk is om echt goede verpleeghuizen te vinden. Ja. En wat je eigenlijk wel wil, is dat iemand ook iedere dag een half uur naar buiten kan. En dat er iemand bij is, of misschien wel meer.
En dat was hier wel heel goed mogelijk. Mm-hmm. Mijn moeder was toch relatief goed. Dus die kon ook eigenlijk wel, als die in een veilige omgeving zou zijn, zou die gewoon zelf ook over het land goed kunnen lopen, ja, ja. En dergelijke. Het was een beetje noodgedwongen. Je had een drukke baan op dat moment. Daarna heb je je moeder zelf verzorgd en heb je van heel dichtbij eigenlijk kunnen zien. Ja, het verschil tussen zo'n rusthuis, zal ik maar zeggen, en de verzorging die je zelf kan doen. Wat ik het liefste zou willen is dat we mensen zo lang mogelijk thuis kunnen houden, ook zonder technologie. Dat ze bijvoorbeeld chips in de schoenen doen om te kijken waar iemand is. Er zijn al bedden waar ze van alles kunnen meten. Oh. Maar die technologie verstoort ook van alles in het lichaam. Dus de vraag is of dat echt zo goed is. Ja. En wat ik graag zou willen is dat we op andere manieren, door meer met voeding bezig te gaan, mensen kunnen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te wonen. En wat we weten is dat, daar heb ik al een artikel over geschreven. Dat heet Arts zoekt boer voor gezonde leven. Ja. En dat ging over veel mensen. Dus mensen die kwetsbaar zijn, die minder spiermassa hebben. En die slechter eten ook, misschien in verzorgingstehuizen. Ja, sowieso eten mensen slechter, want de voeding is niet altijd even lekker. Mm-hmm. Dus mensen gaan minder eten. Maar ook door eenzaamheid gaan heel veel mensen minder eten. Nou ja, met de coronacrisis was het natuurlijk een ramp. Mm-hmm. Dus ik ben zelf blij dat mijn moeder niet meer leefde, want ik denk niet dat ik ermee om had kunnen gaan. Dus dan had ik ze er sowieso weggehaald. Ja. Als we gedaan hebben met ontbijten, gaan we naar Loverendalen. Dat is een boerenbedrijf eigenlijk. Een biologisch boerenbedrijf. Nog een stukje verder. Biologisch dynamisch. Ja. Waar jij ook weer bestuurder bent geweest op een bepaald moment. Ja, daar ben ik tijdelijk bestuurder geweest. De voorzitter van het bestuur. Dat vond ik erg leuk om te doen. Vooral omdat ik natuurlijk een boerendochter ben. Toen leefde mijn moeder nog, dus mijn moeder ging af en toe ook mee. Ik heb altijd heel veel affiniteit gehouden. Je was bestuurder daar, maar was je ook, ging je soms de laars aantrekken en er echt aan het werk? Nee? Nee, dat heb ik vroeger natuurlijk op onze boerderij wel gedaan. Ja. Wat ik het leukste vond is mooie en strooilaai. En de koeien overdoen, dat vond ik echt het En melk, leukste. Melkte je zelf? Nee, ik heb nooit gemelkt, dat deden mijn broers. Toen ik in Wageningen studeerde en als er gegooid moest worden of stro gaan duiden, dan hoefde mijn vader maar te bellen en dan ging ik. Oké. Nou, we gaan dadelijk eens kijken. Ja. We gaan het over melk hebben. De halve wereldbol is aan het overschakelen naar plantaardige melk. Yeah. En jij doet de tegenovergestelde beweging en zegt nee, we moeten terug melk gaan drinken. Rauwe melk ook. Nou, rauwe melk is vooral als de spijsvertering heel laag geworden is. En het heeft er ook mee te maken of je microbiome nog goed is. Als je rauwe melk, dan komen er meer bacteriën mee. Want verhitte melk is natuurlijk... Daar gaan de bacteriën van dood. Dus ik ben inderdaad wel van, als het kan, rauwe melk. Maar dan wel van een boer die erg zorgvuldig hygiënisch is. Ja. Want je wil niet een te hoog celgetal erin hebben. Dus dat betekent kiemen en bacteriën erin zitten. Ja. Dus daar ben ik wel zeker om mensen weer op gang te krijgen, spijsvertering weer op gang te krijgen. Want zoals de traditionele geneeskunde die zegt, als de spijsvertering niet goed is, dan word je gewoon uiteindelijk ziek. Mm-hmm. Want ontlasting
is niet voor niks defecatie, noemen ze het, ontlasting. Dus het is eigenlijk de voeding die je niet kan gebruiken, weer uit je lichaam gaat. En natuurlijk weet ik dat er lactosegevoelige mensen zijn. En steeds meer. Dus de vraag is, hoe is dat ontstaan? Ik ben sowieso van producten zo dicht mogelijk bij waar ze vandaan komen. Maar ook dat heeft weer te maken natuurlijk met het productieproces. Ja, kijk, hier hebben ze straks gezegd van ja, we hebben hier 7 koeien die nu gemolken worden. Dat is heel weinig. Dat is als we kijken naar de industriële productie van melk. Dus dit zijn fijne koeien. Kijk, ze zijn helemaal happy, gelukkig. Ze kunnen in de wei staan. Heel veel koeien hebben dat geluk niet. En zitten in een industrieel proces. En de melk die we daarvan kopen... Is anders. Is anders. Dat is alles. Het zoeken naar de balans. Want als je het product wat je maakt geen voedingswaarde meer heeft, wat heeft het dan voor waarde? Alle boeren biologisch dynamisch maken is denk ik veel te ver. Ja. Wat ik weet is dat steeds meer boeren sowieso al biologisch zijn. En dat het onderscheid tussen sommige biologische boeren en boeren die dat nog niet zijn, heel weinig is. Dus het is gewoon dat je kijkt, waar koop je producten? Of in welke winkel koop je je producten en hoe kijkt die winkel daarnaar? Ja, en ook dat is holistisch, want hoe worden de dieren behandeld? Ja, waar je die melk klopt. Van steelt. Want dat heeft gewoon ook invloed. Dat heeft zeker altijd invloed. Ja. Dat is met alles. Dus alles waar je, hoe je ermee omgaat, heeft uiteindelijk invloed op het product. Ja, je bent ook een grote voorstander van wijpoeder. Ja. Vertel eens waarom. Nou, dit is, blijkt gewoon dat er de eiwitten die in wijpoeder terechtkomen heel makkelijk verteerbaar zijn. Nou, sporters, mensen die veel sporten, die weten dat. Ja. Dus bodybuilders en zo, die gebruiken ook wijpoeder. En... maar ik vind eigenlijk dat het in de gezondheidszorg veel meer gebruikt kan worden. Het helpt om af te vallen. Het helpt het microbiome weer goed te krijgen. Van de longen te herstellen. Bijvoorbeeld roken zoals die wijpoeder gebruiken. Zou dat de longen weer beter kunnen herstellen. Okay. Je zei ook belangrijk voor oudere mensen. Ja, zeker belangrijk voor oudere mensen. Omdat oudere mensen minder eten. En dat die eigenlijk... te weinig eiwitten binnenkrijgen. En dit is gewoon heel makkelijk verteerbaar. Door zo'n schepje op te lossen in water... of door iets anders heen te doen... krijgen ze veel meer eiwitten binnen. En mensen die frail zijn... of bijvoorbeeld een heupoperatie hebben gehad voor het herstel... of bijvoorbeeld decubitus hebben, daar is het gewoon heel belangrijk voor. Dan krijgen ze voldoende eiwitten binnen. Decubitus, leg eens even uit. Dat zijn open wonden... Dus doorlichtwonden. Doorlichtwonden, ja. Dus dat zijn hele diepe wonden die bijna niet meer herstellen. Maar door daar zorgvuldig met voeding om te gaan, zijn die wel nog dicht te krijgen. Ik heb het bij mijn eigen moeder ook gezien. Okay. We kennen allemaal Boer zoekt vrouw, maar jij schreef een ander artikel. Arts zoekt boer. Ja. He? En dat is eigenlijk dat is de kern van de zaak. Je voeding maakt je gezond. Ja, als de voeding niet gezond is, dan is de spijsvertering niet gezond. En dan stokt alles. Dus dan hou je giftige stoffen binnen. Ja. Het gaat over het ontgiften van het lichaam. Ja. Dus de voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen. Ik ken mensen die 5 dagen constipatie hebben. Dat is gewoon verschrikkelijk. Het gevoel alleen al is dat verschrikkelijk, maar je detoxificeert ook niet. Nee, je ontgift je lichaam niet. Ja. Nee, want dus dat is voeding die je niet meer gebruikt. Als die blijft hangen in je darmen, kan dat ontstekingen veroorzaken van alles.
Ja, we zien hier rondom ons eigenlijk alles is bruikbaar om gezond te leven. We hebben de koeien. We gaan even kijken, want hier een beetje verderop zijn er peren en appelen. En an apple a day keeps the doctor away. En dat is ook een van jouw leuzes, niet? Ja, zeker. Ja. Peren, appelen. Jij zegt ja, dat is onontbeerlijk in een goed dieet of in een goede voedingsstijl. En je kunt ze tegenwoordig ook bijna het hele jaar door krijgen, gewoon van eigen bodem. Dus die worden dan opgeslagen in bepaalde koelcellen. En nu is het vooral het seizoen en is het heel erg leuk om ze ook direct bij een boer te halen als je die mogelijkheid hebt. Als je 1 peer per dag eet, dan gaat de ontlasting gewoon veel beter. Dus dan word je regelmatiger in je ontlasting. Okay. Komt omdat er heel veel vezels in zitten. Ook voor mensen die overgewicht hebben of voor mensen met diabetes, is dit een fruit met een laag glycemische index. Dus dat betekent dat het een laag glucosegehalte heeft. Mm-hmm. Het heeft wel glucose, fructose, moet ik zeggen. In zich. Maar doordat er veel vezels zitten, is het metabolisme anders en gaat het bloed niet zo snel omhoog in de glucose. Mm-hmm. Dus dat is gewoon heel gunstig. En het is gewoon ook een ontstekingsremmer. Vroeg je, is het dan belangrijk om biologisch te eten? En daar zei je ja, ja en nee. Want het is belangrijker om veel fruit te eten dan dat het biologisch is. Want dat heeft ook met de prijs te maken. Ja, het heeft met de prijs te maken. Dus biologisch is gewoon duurder. In de biologische sector mag eigenlijk minder chemicaliën, chemische stoffen gebruikt worden. En dat is in principe gunstiger. Soms is de teelt ook lastiger en is de teelt dus de opbrengst minder. Als je biologisch gaat telen. Minder, dus hebben ze een hogere prijs. En de laatste jaren zijn eigenlijk alle telers wel bewust bezig met zo min mogelijk chemicaliën gebruiken. Ja. En ik vind het belangrijk dat mensen de keuze maken, ik eet 2 stuks fruit per dag, of in ieder geval 1. Mm-hmm. En ik eet 200 tot 300 gram groente per dag. In groente en fruit zitten flavonoïden en fenolen. En dat zijn antioxidantia en dat zijn ontstekingsremmers. Mm-hmm. Het is dan gewoon heel erg belangrijk om een gezond lichaam te houden. Dus het is ook bekend, als mensen voldoende groente en fruit eten, dat dan bijvoorbeeld 30% van de kanker Dus jij zegt ja, biologisch als het kan, financieel. Want we zitten nu in een enorme crisis. Ja. Heel veel mensen kunnen hun elektriciteit al niet meer betalen. Kunnen het gas niet meer betalen. Die energie is duur. De prijzen stijgen. Er is inflatie. Dus wordt het alsmaar moeilijker om gezond te eten ook. Dat klopt. En dat vind ik dus heel erg. Ik vind dat iedere burger van de hele wereld het recht heeft op voldoende voeding en voldoende nutrition. Dus dan heb ik het echt over dat die persoon voldoende voedingsstoffen binnen kan krijgen om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Want we maken het onszelf heel moeilijk. Want hoe meer mensen de voeding niet kunnen betalen, hoe meer mensen er ziek worden. Het is ook gewoon bekend dat de mensen met de meeste chronische ziekte, die hebben de laagste inkomens. Los van het inkomen, dat natuurlijk heel erg belangrijk is. Ja. Maar het gezond eten is toch een individuele keuze. Nou, of een culturele aangeleerde keuze. Nou, kijk, daar ben ik ook heel genuanceerd in. Want op het moment dat je een heel laag energieniveau hebt en je kunt alleen ergens in grote winkels zo goedkoop mogelijk voeding kopen, omdat je anders niet rond kunt komen van wat je hebt. Mm-hmm. Dan is de goedkoopste voeding is vaak de geprocesde voeding. Ja. En daar zit heel weinig echte nutrition in. Als we daar iets aan doen, dan lossen we veel beter het probleem op dan wat er nu allemaal gebeurt met de technologisering. En iedereen door allerlei molens te halen waarvan ik denk van ja, het is veel belangrijker dat we zorgen dat de mensen voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen, zodat ze vitaal worden. En dat begint bij de kinderen. Het fruit dat we hier zien, dat kan je moeilijk raffineren. Suikers, vetten, dat zijn de basisingrediënten eigenlijk van die slechte voeding. Ja. Dus moeten we rauwer gaan eten ook weer? Voor mensen die een heel slechte spijsvertering hebben, is gekookte voeding belangrijk. Mm-hmm. Dus die kunnen heel moeilijk rauwe voeding, dus rauwe wortel of zo, kunnen oudere mensen wat moeilijker verteren.
ja, een appel en een peer kunnen de meeste mensen wel gewoon verwerken. En ja, als dat moeilijk is, dan kan je het sowieso even in de koekenpan doen of zo. Okay. En sowieso, of verse appelmoes, dat aten ze vroeger natuurlijk ook. Nou, doen de meeste mensen daar suiker. Witte suiker bij. Daar ben ik dan weer geen voorstander van. Ja. Maar met een beetje kaneel bijvoorbeeld kan je... Ja. Kan dat nou wel eens heel lekker zijn? Of ruwe rietsuiker, ja, niet zo slecht. Ja, maar ik eet bijvoorbeeld zelf graag een appel in roomboter gebakken met wat kaneel erop. Ja. En dan amandelen eromheen. Dat vind ik echt heel lekker. Krijg je meteen al zin in. Zullen we even een peertje scoren? Ja, lekker. Dus we moeten iets van daarboven halen. Ik zou jou willen vragen, want je bent langer dan ik. Ik ga een poging, hè. Nou. Ja, de druk... Het ligt helemaal op jouw schouders. Dat noemen ze peer pressure. Ja, ik heb ze. Hier is die, hè? Ja. Dank u. Ounce of prevention, jij moet aanvullen, is better than... A pound of cure. A pound of cure. That's... Ben Franklin. Ja. We zitten hier lekker in de zon. Zeker. En dat heeft ook een preventieve werking. Dat is vitamine D. Dat niet alleen, hè? Wat nog? De zonnestraling is sowieso goed voor je lichaam. Mm-hmm. Dus het heeft ook met de energie te maken. Het is niet alleen de vitamine D. De zon is gewoon... Ja, eigenlijk gewoon gezond. Vitamine D is nodig. Als we in de winter zitten bijvoorbeeld, ja, dan moet je het als supplement gaan nemen. Niet? Ja, tenzij je dus naar een land gaat waar wel veel zonlicht nog is. Dus dan is het belangrijk om supplementen te nemen. Ja. Ja, want via vis en een paddenstoel zit het dan ook. Maar dat red je niet. Waarom is vitamine D zo belangrijk? Ja, het is betrokken bij 2500 processen in het menselijk lichaam. Het is voor het immuunsysteem ontzettend belangrijk. En voor de botten. Mm-hmm. Dus dat is wel bekend. En voor de spieren, voor de oudere mensen. Dus daarvoor, dat weet bijna iedereen wel, dat daar vitamine D voor nodig is. Dan zou ik denken, met wat we allemaal hebben meegemaakt de afgelopen 2 jaar... dat de overheid zou aanraden via je huisarts... om vitamine D-supplementen te nemen. Dat is niet gebeurd. Dat is de afgelopen jaren niet gebeurd. Wat wel zo is, dat zag ik toevallig... dat in april 2022 heeft wel Engeland besloten om een programma op te gaan zetten... omdat er 1 op de 6 mensen te weinig vitamine D heeft. Mm-hmm. Dus te laag concentratie. En daar hebben ze de burgers en allerlei experts voor geïnterviewd... om te kijken hoe ze het voor elkaar kunnen krijgen dat het niet meer voorkomt. De overheid heeft miljarden... uitgegeven aan allerlei maatregelen. Vaccinatie onder meer, maar ook maskers, maskerdracht, et cetera. Er is geen enkele preventieve maatregel eigenlijk... die je gezondheid beter kan maken, die je immuunsysteem opbouwt. Die is er niet geweest. Ook de informatie daar rond is er niet geweest. Nee, sterker nog, vitamine D is uit het basispakket gehaald. 1,5 miljoen mensen maakt het er gebruik van. Mm-hmm. Maar €90 per persoon is overheidskosten. Dus dan is de vraag, waarom zijn die overheidskosten dan zo, die handelingskosten zo hoog? Dat is 1, maar 14 miljoen staat in verhouding gewoon... als je daardoor mensen uit het ziekenhuis kunt halen. Hè? Die kosteneffectiviteit is zo groot dat je niet begrijpt dat het niet gedaan wordt. En ik ben er voorstander van dat alle mensen onder de armoedegrens... of met overgewicht, want daar komt veel vaker vitamine D tekort voor... die hebben ook meer vitamine D nodig... dat die gewoon de beschikking krijgen over voldoende vitamine D. Ook hier weer zitten we met supplementen die eigenlijk voeding die arm is... die arm gemaakt is, die geraffineerd is, die dat moet gaan supplementeren. Dat is toch de omgekeerde wereld eigenlijk. Dat we zo'n arme voeding hebben, dat we supplementen moeten nemen om dat bij te spijkeren. Nou, het liefste zou ik willen dat we alles uit de voeding zouden kunnen halen. Ik zou ook graag willen dat we mensen die ernstige klachten hebben... dat we die door speciale, heel goede voeding
of soms speciaal behandelde voeding die beter binnenkomt, mm-hmm. dat je die kan helpen om beter te worden in plaats van via supplementen. En dat is eigenlijk wat de oorspronkelijke Indiase geneeskunde gedaan heeft. Ayurvedische. Ja, maar ook daar zijn de kruiden die ze vroeger gebruikten en de voeding die ze vroeger gebruikten, heeft daar niet meer, ook niet meer de kwaliteit die het was. En dat is gewoon jammer, want dat betekent dat je dus meer voedingsstoffen nodig hebt, goede voedingsstoffen, meer vitamines en mineralen, om ervoor te zorgen dat je wel gezond oud kunt worden. Ja. Ja. Het Belfort roept ons, dus we gaan even naar de omwalling kijken hier in het mooie Veen. Oké. Als ik even samenvat van de gesprekken die we tot nu toe hebben gehad, dan komt het eigenlijk neer op: neem je gezondheid in je eigen handen. Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen zelf over hun eigen lichaam, wat hun belangrijkste huis is, beter na gaan denken over wat stop ik erin. Dus ik begeleid langdurig zieke mensen in bedrijven. En dat zijn mensen die vaak al langer dan 3 maanden ziek zijn. Mensen die langer dan 3 maanden ziek zijn, die zijn veel moeilijker te reïntegreren. Mm-hmm. Maar omdat ik ook als interim manager gewerkt heb, kan ik ook gewoon heel goed het coachen en het reïntegreren van mensen doen. En dat doe ik daarnaast de voeding en leefstijl. En zorg ik dat ze betere voeding en leefstijl hebben die afgestemd is op de klachten. Waarbij ik ook wel met supplementen werk. En die combinatie zorgt ervoor dat uiteindelijk heel veel mensen gewoon wel reïntegreren in eigen werk. En dat is zeldzaam. In eigen werk zeg je wel, heel veel mensen vinden van zichzelf, hè, daar zijn cijfers over, dat ze een bullshit job hebben. Als je heel slecht in je vel zit, dan is eigenlijk alles al te veel. Ja. Dus vaak als de mensen weer wel hersteld zijn, kunnen ze ook anders tegen hun werk aankijken. En ik vind het heel belangrijk dat ze reïntegreren in eigen werk. Want daar hebben ze de collega's, daar weten ze waar ze aan toe zijn. Het bedrijf kent ook de mensen. En voor het bedrijf is het ook gewoon veel gunstiger als de mensen reïntegreren in hun eigen bedrijf. Dat is minder kostbaar. Want een zieke medewerker kost gewoon heel veel geld per dag. Ja, want werk is belangrijk om erbij te horen. Werk is belangrijk om erbij te horen, maar ook zingeving. Als je werkt, voel je ook al meteen vitaler. Dus mensen die een jaar bijvoorbeeld zo ziek zijn geweest dat ze niet hebben kunnen werken vanwege ook een lage energieniveau, hè? Chronische vermoeidheid bijvoorbeeld. Die hebben een totaal andere structuur in de dag gemaakt. En voor hun is het juist weer heel moeilijk om structuur en discipline in de dag te maken. Mm-hmm. Terwijl de discipline en weer wat aan het werk gaan, juist heel veel op kan leveren. Vanaf mijn 36e ben ik ook opgeleid in de meditatie. Dus ik kan ook ademhalingsoefeningen geven. Ik heb heel lang yoga gedaan. Dus ik mix van alles wat er... Wat uiteindelijk moet resulteren in wat jouw opleiding is immunologie. Ja, en een beter immuunsysteem. In een beter immuunsysteem, ja. Ja, want uiteindelijk denk ik dat alle chronische ziekten weer teruggrijpen naar het immuunsysteem. En zoals ze in de Indiase geneeskunde ook zeggen, als de spijsvertering niet goed is. En de spijsvertering, het belangrijkste deel van je immuunsysteem zit ook in je darmen. Dus het microbioom. Ja. Als dat niet goed functioneert, dan krijg je klachten en word je dus ziek. Als dat weer goed op orde is, dan kunnen heel veel mensen gewoon langzaam van hun klachten afkomen en ook weer aan het werk. En dat is wat ik zie. Wat er nu gebeurt, vind ik heel erg. Dat door de inflatie de mensen geen goede voeding meer kunnen kopen, waardoor ze zwakker worden, dus minder energie krijgen, de arbeid niet meer goed kunnen doen. En zo dus ook in de bijstand of in de arbeidsongeschiktheid terechtkomen. We zijn gewoon in een molen terechtgekomen die niet haalbaar is. Ja. Dus als we nu alle mensen die geen goede voeding meer kunnen betalen, gewoon die wel de mogelijkheid geven om voldoende nutriënten binnen te krijgen, dan krijg je gewoon een heel andere samenleving. En dan krijg je ook mindere ziektes. Dat is gewoon bekend. Oké, daar gaan we aan werken.
Als we kijken naar jouw dada, dan is dat ja, zorg voor je eigen lichaam, zorg voor je eigen gezondheid. Maar we zien eigenlijk de laatste jaren de tegengestelde beweging vanuit een overheid die ons dat eigenlijk bijna niet meer toelaat. Het is allemaal in plaats van bottom-up, is het top-down. Zelfs ter discussie in Nederland of je nog een voorkeur voor een arts mag hebben. Dus ja, dat betekent dat terwijl je shared decision-making wil en het vertrouwen tussen de arts en, of de begeleider en de klant of de patiënt en de dokter zo goed mogelijk wil houden, is het toch wel lastig als er geen vertrouwen is of als er geen klik is. En de zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk dus. Het is de zorgverzekeraar. Er zijn protocollen die protocolen volgen. Dat klopt. En die worden allemaal van bovenaf opgelegd. Ja, die protocollen die worden wel door de beroepsgroepen gemaakt. Mm-hmm. Maar dat zijn wel de standaard manieren waarop bepaalde ziektebeelden behandeld worden. Dus een echt personalized, waar ik dan voorstander van ben, persoonsgerichte aanpak. Ze zeggen dat ze daarheen willen. Dus precision medicine, dat wordt wel gepropageerd dat men dat wil. Maar dat is een... Als je bepaalde ziektebeelden hebt, dan zijn het gewoon standaard protocollen. Waar dan altijd medicijnen aan vasthangen? Waar heel vaak medicijnen aan vasthangen. Ja, dat klopt. Ik las bij een oude arts die zei van ja, ik ben ouderwets, want ik heb nog geneeskunde gestudeerd in plaats van medicijnen. Voorheen zat waarschijnlijk voeding wel veel meer in het pakket. En dan wordt vaak het overgegeven aan de diëtiste. Mm-hmm. Dus eigenlijk heeft de persoon met zoveel verschillende personen te maken. Dus maag, daarom leverarts, hart- en vaatziekten, longarts. En het kan zijn dat je allemaal klachten hebt op al die organen die eigenlijk dezelfde oorzaak hebben. Maar toch wordt het allemaal gesplitst. We hebben het in deze documentaire gehad over de problemen met de gezondheid. We hebben het heel veel gehad over het gif dat in onze omgeving zit, over de fouten die er zijn. Is er ook nog hoop? En dat is wat ik hoop door dit te doen, deze documentaire, om daaraan mee te werken, is uit te dragen dat je toch heel veel zelf kunt doen door eigen leiderschap te nemen over je eigen lichaam. Mm-hmm. Dus dat jij besluit van wat jij wil, omdat je goed verdiept in als er medicijnen voorgeschreven worden, wat de bijwerkingen zijn, of je dat wilt. En dat je altijd in dialoog gaat met degene die jou begeleidt. Dokter, geef me snel een pil. Hè? Ja, nou ja, maar dat is ook omdat ze de hoop hebben opgegeven. En dat vind ik jammer, want ik gun iedereen dat hij aan het arbeidsproces kan blijven deelnemen. Mm-hmm. Omdat het heel belangrijk is, ook voor je eigen welzijn. Het is gewoon onderdeel van het mens zijn. We zitten nu in een dip, kan je wel zeggen. Gezondheidszorg, economie, gaat allemaal naar beneden. Moet het nog erger worden voor het beter wordt? Ik denk dat als mensen het lef hebben om zelf het heft in handen te nemen en zich ook verdiepen wat zijn de mogelijkheden om bepaalde klachten op te lossen. En als dat steeds meer mensen gaan doen, dus zich ook als een serieuze gesprekspartner beschouwen, dat we dan gewoon echt een heel eind komen. Ja. Dus ik help mensen bewust te worden, wat kan je ermee doen? En ik leer ze hoe ze signalen van hun eigen lichaam kunnen vertalen in wat ze dan met voeding en leefstijl kunnen doen. Oké, okay. Hartelijk bedankt, Carla Peters, voor jouw komst. En we zien elkaar vast nog een keer terug. Zeker, dankjewel. From far today to question and inquire. Evil spreads, somebody said, round here and over there. We could react to this attack if only we would dare to love, dare to understand, dare to care, dare to love a man, dare to love.
Wil je dat we deze producties blijven maken? Word lid van Tegenwind en steun ons. Ga naar tegenwind.tv.